regen. Het is voorspeld dat het tot de middag, tot een uur of 12, 1 uur gaat regenen. Maar eigenlijk vind ik het ook wel gezellig. Het is, weet je, ik heb meestal zo'n routine 's ochtends van... ik ga altijd mediteren en dan ontbijten en dan ga ik meestal een uur of 2 uur lopen. Maar dat ga ik nu niet doen, het laatste. En dus, weet je, dan kan je andere dingen doen, lezen of video's kijken, lekker een beetje chillen in bed, koffie maken, dat soort dingen. En de regen op het dak horen kletteren. Ik weet niet of jullie dat vroeger ook hadden, maar toen ik kind was, vond ik kamperen echt helemaal geweldig. Dat vind ik nog steeds. En ook in de regen, omdat het... dat had iets knus of zo, hè? Dat tentje. Nou, hetzelfde heb ik nu ook met de auto. Dat het, je zit gewoon toch in je eigen huisje. En laat het maar regenen en we wachten wel tot het droog is. Ik ben nu in Leeuwarden trouwens. Ik ga Jaap helpen vandaag met zijn huis. Gistermiddag al aangekomen en door Leeuwarden gezworven. Nou, dat is echt een mooie stad. Echt een ontzettend leuke stad is het. Het is, er was ook markt toevallig. Er is een heel mooi keramiekmuseum. Nou ja, dat moet je natuurlijk leuk vinden, maar ik vond het wel heel leuk. En het was gistermiddag echt fantastisch weer. Wat ik nu ook begrepen heb, is dat je bij vriezen moet je niet met Holland aankomen. Dat moet, dat is echt iets, is een gevoelig puntje. Ik had gisteren heel een discussie met Jaap daarover. Dus het is echt Friesland. Nederland is dan nog oké. Maar Holland schijnt uit en boze te zijn. Dus... dat zijn dan weer dingetjes die je leert. En dat is ook echt vind ik zo leuk aan dit leven. Van dat het... je in je eigen land... Want wat ik nu toe het meeste doe... is gewoon in mijn eigen land... eigenlijk ook heel erg in de buurt... tripjes maken. En dat het een paar kilometer verderop... al totaal weer anders is en leuk is om in een dorpje of in een stadje te gaan staan waar je zelf niet woont of hebt gewoond en dat het dat gewoon eventjes meemaken hoe het is om in Friesland te wonen. Of daar de dingen te bekijken. En soms met de mensen daar te praten en dat soort dingen. Dus ook al regent het of ook al schijnt de zon. Het is op alle manieren vind ik echt een fantastisch leven zo. Is dat mijn busje? Klein busje heeft grote voordelen als het om parkeren gaat. Trap heb ik tegen het huis aangezet en we kunnen gaan beginnen met klussen. We gaan het houtwerk schoonmaken tegen het huis aan. Dan gaat hij weer op naar de top. Kom op, hè dan, je kan het.